weer een nieuwe video. Vandaag ga ik met mijn zusje een noodles mukbang doen. En ik heb ook nog een beetje pasta aan, daar hadden we zin in. Dus ja, dit is de met kip en dat is die met teriyaki. Dus kijk maar welke je lekker vindt, oké? Okay? Let's get started! Maar het ruikt heel erg naar nasi. Lekker? Dit kan je niet netjes eten, dus sorry alvast daarvoor. Lekker? Mag ik het proeven? Ja. Wil je het voor mij proeven? Ja. Oké, doe maar. Wacht, anders ruilen we heel even van bord. Het leek het alsof ik pasta aan het eten was, maar ik ben nog even een bordje met noedels aan het proeven. Wat vind je lekkerder? Die. Dit is die met kip en dit is die met teriyaki. Mag ik de pasta proberen? Mhm. Daar gaat ie. Opa. Dat vind ik niet zo. Dit is echt de eerste keer dat we deze eten. Ik vind wel, ik ga sowieso heel erg gewoon kaassaus door pasta, dus. Deze is goed gekeurd. Vind je die wel lekker? Beetje. We zijn echt aan het fransen. Het is bijna 2 uur pas, maar. Vind je het lekker? Pittig? Is het pittig? Nee, ik had gewoon ineens heel veel smaak. Was nog net helemaal noedels. Oké, maar waar zullen we het over hebben? Weet niet. Mag ik nog een lapje van jou? Ja, we hebben trouwens wel afgesproken dat ze van elkaar zouden delen hoor. Dus ja. Ja. En we zijn zusjes, dus het kan ook gewoon. I like this pasta. En meestal eet jij die met groenten. En dit is de eerste keer pas dat ik noedels eet. Dus ik dacht, met groenten ruikt het altijd zo saai. Maar ik doe nooit alle kruiden erin. Oh. Ja, die olie wil je niet en die pittige niet, maar die andere. Maar ik eet meestal dus altijd per ongeluk noedelsoep. En ik dacht altijd dat het gewoon noedels waren. Mm-hmm. Wil je nog pasta? Ja. Deze zijn echt goed gekeurd. Zelfs broccoli in. Echt? Mhm. Ik had nooit zag met een stukje broccoli erin. Toen ik ging roeren. Maar goed, we zijn dus alleen thuis. De rest is maar de moestuin. En ik had zin in noedels, dus ik dacht, waarom doen we dat niet gewoon in mijn been? Wat voor mij hoor. Ja, dat is ook wel wat voor mij hoor. Ik geef wat aan de hond. Ja. Omdat het op de tafel was gevallen.
Dit is trouwens die met kaassaus. Dus die is wel lekker. Het zijn dus gewoon van die, laat even zien. Van die sliertjes. Ja, van die fusilli is dat. Ja, en er zit eigenlijk alleen maar kaas in en broccoli. Ja, deze is vegetarisch. Ja, kaas is niet vegetarisch. Nee, het is vegetarisch, is wat anders dan veganistisch. Ik doe dit. Ik vond het wel heel snel koud, deze. Ik wil nog een beetje sneeuwbos. Leg maar. Nou, en ik heb verteld. Deze ga ik niet meer halen. Waarom wil je graag deze video maken? Had ik zin in. En ik had nog geen video voor deze week. Dus morgen ga ik beginnen met een weekvlog. Okay. En de week daarop ga ik een compilatie uploaden. Maar je zult in ieder geval zelf nog wel wat het is. Oh, deze vind ik echt niet zo lekker. Ik lig eraan welke hap ik neem. Soms als je heel veel van die kruiden, heel veel daarvan neemt. Want ik kon niet zo goed zelf horen. Ja, heb jij het wel goed gedaan? Nou, het lijkt alsof het toch niet goed gehoord is in het spel. Ik zit nu al bijna vol. Jij? Ik kan vaker die van kip halen. Ja. Maar ik heb meestal een ander merk, hè? Nee, jou, je hebt toch ook dat die van Unox? Die van Yum Yum. Oh, die is niet zo. Die is een beetje saai. Hoe gaat het met jullie? Ja, toen gaat het met jullie in de coronatijd. Oh, wat dat woord mag ik niet zeggen. Niet per se dat, maar gewoon gaat die... Nee, maar ik bedoel, heel veel mensen krijgen nu meer last van mental illness during this quarantine, so. Can't relate. Let me know how you guys doing. En wat jullie meer van dit soort video's willen zien, want dan hou ik gewoon vaker pasta of noedels en dan ga ik dat weer voor jullie eten. En nee, ik ga binnenkort geen snackbar mukbang doen, omdat ik dus zoiets heb van ja, punt 1, het staat een beetje raar als ik friet ga halen en de rest krijg ik niet. En aan de andere kant, ik ga gewoon... Vorig jaar was het gewoon stiekem gedaan. Ja, vorig jaar was het gewoon heel erg stiekem gedaan. Ik ben gewoon als een speer naar boven gelopen, zodat de frietlucht niet erg opviel. Dat ga ik niet meer doen. Dus als ik alleen thuis ben. We kunnen ook een keer samen thuisjes op bestellen. Ja, als we alleen thuis zijn. Ja, daarom. Maar dat, dus dat ga ik niet doen. Dan ga ik een McDonald's halen. Want ik heb geen McDonald's in de buurt. Klopt wel. Dus, nee, dat is niet lekker. Mag wel. Vond je die friet toen wij gingen halen niet lekker? Ja, toen wel, maar... De laatste keer dat ik kwalitarische friet op heb, was echt niet te kalen gewoon. Dus ja. Ja. We zijn water vergeten, zou ik dat nog even halen? Oké. Talk to the camera. Be right back. Nou jongens, hoe gaat het met jullie? Doe maar even serieus, ik ben echt benieuwd. Vinden jullie het leuk als ik soms zo nu en dan in Nikki's video's kom? Laat dan een duimpje achter en een reactie, want dat zijn video's die met mij wil zien. I'm back. Ja, jongens, ik ben eigenlijk op dieet. Was eigenlijk voor een schoolproject, maar ik denk dat ik het gewoon vol ga houden. En toen wilde ik vandaag op de weegschaal, maar om te kijken hoeveel ik was afgevallen. Toen was de weegschaal was leeg. En mijn vader had gezien om mijn batterij op te zoeken, dus dan houdt het op. Vind je trouwens mijn ogen? Pretty. Eén seconde kijken. Pretty.
Oh, dat vind ik echt niet lekker. Eet dan dit, ik heb er echt al heel veel op. Hoe blijft het nog dan? Een beetje. Oké. Okay. Dat is echt veel, man. Dit lijkt veel meer dan dat. Of komt het gewoon omdat ik veel heb lopen vergeten net? Ja, maar wij hebben hier allebei het meest van gegeten dan van die. Maar in ieder geval, ik voel nu trouwens... Wat? Wat zat hier precies in? Ja, het een of andere teriyaki saus. Maar maak met pindasaus. Niet... Ja, een beetje wel, maar dat, volgens mij is dat ook een soort van teriyaki saus. Maar in ieder geval, zoals jullie in mijn vlog hebben gezien... Ga het opzoeken. Als jullie in mijn vlog hebben gezien, weet je dat ik nu online les volg. Gaat best goed. Morgen begin mijn laatste schoolweek. Dus dat is best gek. En daarna heb ik nog een soort toetsweek en afrondingsweek. En dan ben ik eigenlijk klaar. Dus ik ben als het goed is 26 juni ben ik gewoon al klaar. Want dan heb ik alles al af. En ja, echt heel raar om te beseffen. De teriyaki saus is een soort hoeksaus. Dat is eigenlijk wel je makkelijk dit denk ik zelf maken. Ja, dat denk ik ook wel. Geef me zo'n pasta. Pasta. Nou ja, ik heb gisteren gewerkt. Is dat? Ja, mag. Ik heb gisteren gewerkt. En toen heb ik dit even meegenomen. Volgende week ben ik vrij. Dus dan zou ik waarschijnlijk een beetje de stad in gaan. Dus dan ga ik jullie gewoon meenemen. Ik ga gewoon van maandag tot zondag vloggen. Ik kan niet. En dan... ja, ze is heel moeilijk met groenten en zo. Maar dan neem ik jullie gewoon mee tot en met van maandag tot en met zondag. En dan upload ik hem gewoon zondagavond. Of de dag daarna. Maar ik denk gewoon zondagavond. Omdat ik dan... ja, dat vind ik gewoon het leukst. Dan is het eigenlijk gewoon een paar uur geleden dat ik de vlog heb afgesloten. En ja, dat is een beetje het idee. En dinsdag en woensdag zijn mijn laatste stage dagen. Dat vind ik ook heel raar om te beseffen. Dus ik ga vragen aan mijn begeleider of ik dan een beetje mag vloggen die laatste dag dat ik er ben. Omdat ik, ja, ik zou de kinderen wel anoniem houden daar niet van. Ik ga geen kinderen filmen, maar het is meer zo van dat als ik afscheid neem en... Bijvoorbeeld ga uitdelen dat en dan mijn begeleider wat filmt. Dat zou wel heel erg leuk zijn. En als ik dan, ik wil dinsdag of woensdag een boek voorlezen wat mijn moeder heeft gekocht. Dat heet iets van... Woeste Willem. Ja, Woeste Willem heet dat. En die wil ik dan graag voorlezen dat ze misschien daarvan wat wil filmen. Want dat vind ik wel leuk om terug te kijken dat het mijn laatste stage dag is. En een van mijn ene laatste stage dag is. En... ook gewoon terug te kijken naar van vroeger. Want ik loop natuurlijk stage met kleutertjes. En ik hoop dat er geen één woensdag gaat huilen. Want dan kan ik niet tegen. Maar in ieder geval, dus dat. En voor de rest heb ik niet zoveel bijzonders. Kun je die commentaar halen? Tuurlijk. Mag je ook nog wel vallen? Dit is koud. Ja, deze ook. Maar in ieder geval, dat. Ik denk dat we zo meteen de video ook gaan afsluiten, Son. Ja. Oké, ik neem nog één hap. Dan vind ik het wel goed. Van dat? In zijn algemeen. We gaan daarna nog wel heel veel dit afeten hoor. Maar ik wil niet dat de video te lang wordt. Oké, nou jongens. Tot de volgende keer. Ja. Laat een duimpje achter als je deze video leuk vond. Zet in de comments wat je van ons wil zien. Of van Nicky wil zien. Of van ons samen. Of van mij wil zien. En onderin staat alle social media van deze hier. En abonneer als je nog meer video's van deze hier wil zien. Want dat is natuurlijk helemaal geweldig.
Als je niks van mij wil missen, inderdaad abonneer. Dat is helemaal gratis en daar help je mij heel erg mee. En dan zie ik je bij de volgende. Doei! Doei.